Een chefmes is het meest gebruikte mes voor het snijden van vlees, vis en groenten voor je die gaat bereiden. Het meest gangbare chefmes is een mes van 20 centimeter. Een mes is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Het lemmet is het deel dat snijdt en dat ook geslepen wordt. De hiel is de verdikking die tussen het lemmet in zit. Niet elk mes heeft zo'n verdikking. Met het heft hou je het mes vast. Het heft is erg bepalend voor het comfort waarmee men snijdt. De balans van het mes wordt bepaald door het heft. Dit Duits mes ligt erg goed in de hand. Het is dus erg ergonomisch. Als je het vergelijkt met een standaard Europees mes, dan zie je dat dit mes geen hiel heeft. Steeds meer messen worden zonder hiel gemaakt. Je kan dus het hele mes scherp houden met het whetstaal in plaats van dat je voor de hiel moet stoppen met whetten. De vorm van het mes is in een wiegvorm, zodat je er deze snijbeweging kan mee maken. Dit is geen snijbeweging, dit is een hakbeweging. Je moet ervoor zorgen dat het mes contact houdt met de plank terwijl je snijdt. Het verschil tussen Duitse en Japanse messen is vaak de dikte van het lemmet. Als je op de rug van het mes kijkt, dan zie je dat het Japanse mes minder dik is als het Duitse mes. Dat heeft voordelen en nadelen. Een voordeel is dat een dun mes van zichzelf al scherper is. Het is ook lichter en dat kan een nadeel zijn. Vind je het prettiger om met een stevig zwaar mes te werken, kies dan voor een Duits mes. Wil je heel fijn snijden met een scherp mes dat ook langer scherp blijft, kies dan voor een Japans mes. Het Japans mes blijft langer scherp omdat het staal harder is. Veel Japanse messen worden opgebouwd uit lagen. Er wordt een heel harde kern gemaakt die wordt omgeven door taaiere lagen staal, zodat het mes nog wel flexibel blijft, maar toch de snij-eigenschappen heeft van de harde kernlaag. Door die harde kernlaag blijft het mes ook langer scherp. Een mes bestaat uit een heft en een lemmet. Soms zit daartussen een verdikking, dat is de hiel van het mes. Het heft bepaalt de balans en het comfort van het mes. Het lemmet is het deel waarmee je snijdt. Een Duits mes is zwaarder en steviger. Een Japans mes is dunner en dus scherper.